Ik denk dat hij het... Goedemorgen, dames en heren. Ik denk dat jullie mij nu wel horen. Welkom hier in Warga. We hebben vandaag de IBOP. Samen jureer ik met Herman Swit en Nella Bijlsma vandaag. We hebben gekeken naar de eerste deelnemer. Fardo van Sinade, gereden door Ingrid Brak. Paard wat een mooie constante proef laat zien, is natuurlijk nog wel een beetje jeugdig. Maar een lichtvoetig paard, wat eigenlijk een hele mooie houding heeft. En eigenlijk ook een goede basisgangen. Stap is heel goed. Draf heeft een mooie techniek. In alles zou ze misschien nog iets meer kracht kunnen krijgen. De galop zie je daarentegen ook nog een klein beetje de draagkracht. En daardoor, dat je dan nog een klein beetje het gevoel heeft dat ze zich daarin nog wat meer verschil zou kunnen laten zien. Maar heeft wel een goede techniek en laat zich ook heel goed bewerken. En we hebben vandaag de cijfers voor de stap. Ze krijgt voor de stap een 8, voor de draf een 8, voor de galop een 7,5, houding en balans een 8, souplesse een 8, schakelen een 7,5, impuls 7,5 en komt totaal op 86 punten. Gefeliciteerd.
Goed, dames en heren, wij hebben gekeken naar Jalisa van der Lage Berg door Joyce Heyer gereden. Een mooie presentatie, Joyce. Je hebt hem goed voorgesteld en binnen dat wat hij aanbiedt heb je daar goed gebruik van gemaakt. Een paard met veel houding, veel uitstraling. Paard in zijn stap voldoende taktzuiver, voldoende actief. We zouden graag willen zien dat hij iets meer bodem zou willen nemen in het stappen. Even wat ruimer door het lichaam stapt. Hetzelfde geldt ook bij het draven. Draaf heeft hij een heel net voorbeen. Het achterbeen op zich wel goed, maar zouden we liever iets meer onder de massa willen hebben. Zo voor het mooie en zeker bij het schakelen komt dat ook weer terug. Iets meer tot dragen moeten kunnen komen. Hetzelfde heeft hij in galop, maar gek genoeg is hij wel heel, op zijn manier heel handig in het galopperen. We zagen dat bij het aanspringen linksom, dan springt hij verkeerd aan en dan wipt hij zo naar de goede galop. Dus dat geeft ook wel aan dat hij daar over enige handigheid beschikt. Maar galoppeert groot, de techniek is op zich in orde in het galopperen. De cijfers. We hebben voor de stap een 6,5 gegeven. De draf een 7. Galop 7,5. Houding en balans een 7,5. Souplesse een 7. Het schakelen een 6,5. Met name de gedragenheid in de overgangen. De impuls een 7. En dat geeft een eindscore van totaal 77,5 punt. Dankjewel, Joyce. Hebben we nu in de ring, als het programma ons niet bedriegt, Cora Stokman. En Cora die rijdt nummer 3. Dalcy C. van de Weidewormer. Ja, en voor zover de gegevens bij ons binnen zijn, is de nummer 4 van de catalogus afwezig. Dus dat betekent dat de nummer 5 die mag wat eerder binnenkomen. Goed, we gaan kijken naar nummer 3.
warmen. Paard wat eigenlijk zich daarin ook goed voorgesteld. Een paard wat eigenlijk al heel goed zich laat bewerken. En eigenlijk daarin ook hele goede dingen laat zien. Algemeen kan hij eigenlijk zichzelf heel goed terugzetten. Dus eigenlijk tot dragen komen. Vooral in de overgangen zien we dat heel goed. Dat zien we eigenlijk ook in de galop. Wat we graag zouden willen is dat hij in het algemeen vanuit zijn schouder nog iets meer lossigheid en wat meer ruimte zou kunnen krijgen. Maar daarentegen laat hij zich goed bewerken. En we vinden ook dat hij een mooie houding heeft en een goede stap. In het draf en in de galop algemeen zouden we nog wat meer schoudervrijheid en wat meer verschil willen zien in de ruimte. Krijgt voor de stap een 7,5. Voor de draf een 7. Voor de galop een 7. Houding en balans een 7,5. Souplesse een 7. Schakel een 7. Impuls een 7. En een totaalscore van 79 punten. En de score is 79. Dan gaan we verder met nummer 5. Tooske van de Dompstede. En gereden door Mitte Pijper. En is nummer 6 ook aanwezig? Nee, nummer 6 is er niet. Dus hierna krijgen we nummer 7. Als je klaar bent, dan mag je wel starten. Thank you.
Wij hebben gekeken naar Mirte Pijper. Mirte presenteerde de nummer 5, Toonske van de Domsteden. Netjes gepresenteerd, Mirte, daar hebben wij weinig dingen op aan te merken. Paard wat op zich wel wil meewerken, maar een paard wat eigenlijk in alle drie de gangen wat moeite heeft met het houden van zijn balans. We vinden dat terug in de stap. Ene moment dan heeft hij ruim voldoende ruimte. Ander moment dan is hij ze nu en dan toch wat ongelijk achter. Zou in het stappen ook voor het mooie iets meer bodem mogen nemen. Blijft in de schouder wat hangen. En heeft datzelfde euvel wat in het draven ook. Heeft op zich wel een actief achterbeen. Maar kan eigenlijk voor niet genoeg weg. Hij houdt het voorbeen er wat voor het mooie iets te veel onder. In de galop heeft hij wel over het algemeen voldoende balans. Maar heeft hij toch een... neigt hij toch naar iets neerwaarts te galopperen. Wat souplesse betreft, hij zou even meer de rug los moeten laten. Het schakelen, ja, op zich heb je niet het laatste aan te merken op het achterbeen, maar meer op het voorbeen. Hij wil het voorbeen eigenlijk te weinig naar voren toe wegzetten. Nou, met elkaar zijn dat toch wat op een aanmerking die leidde tot de volgende cijfers. We hebben gegeven voor de stap een 6, de draf een 6, de galop een 7, houding en balans een 6, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 6,5. En de totaalscore is dan 69 punten. De final score of number 5 is 69 points. Martine die rijdt nummer 7 en dat is Venna van de Kempeler. Ga je gang.
Ja, hebben we gekeken naar nummer 7, Fenna van de Kempelaar, gereden door Martine. Ja, een paard wat eigenlijk in de verrichting wat meer, ja goed, in alles is ze eigenlijk een klein beetje, ja, ze blijft eigenlijk te beperkt. En dat zie je eigenlijk terug in alle basisgangen. En ze mochten zich meer, wat meer houding hebben, wat meer activiteit, wat meer ruimte. En daarentegen heb je hem eigenlijk gewoon netjes voorgesteld. Maar goed, haar atletisch vermogen en de ruimte en de activiteit, ja, dat heeft ze nu eenmaal niet echt in haar lichaam. Het enigste wat we zeiden, van als we dan galopperen, dan maakt ze wel een klein beetje meer houding. Alleen je moet haar nog te veel motiveren om er iets uit te krijgen. Ze heeft wel een ruime stap bijvoorbeeld, maar dat mag wel iets actiever, zeg maar. In de draf vinden we wel ook dat hij gewoon daar iets meer ruimte, iets meer kracht mag laten zien. En iets meer houding. Krijgt vandaag voor de stap een 6. Voor de draf een 6. De galop een 6,5. Houding en balans een 6. Souplesse een 6. Schakelen een 6. Impuls een 6. En totaalscore van 67 punten. De total score is 67 points voor nummer 7. Gaan we door met nummer 8. Wiefke van de Vijfsprong. En wordt voorgesteld door Sabine van de Loenhorst. Als je klaar bent, dan mag je wel beginnen.
Wij hebben gekeken naar nummer 8. Wiefke van de Vijfsprong, door Sabine van der Loenhorst gereden. Paard met veel houding. Paard wat ook actief in zijn beweging is. Wij zien wel graag dat het paard met name in het draaf en het galopperen wat sneller en wat meer onder de massa zou draven achter. Het paard is wel heel buigzaam, maar zou eigenlijk in alle drie de gangen, maar met name in het draven en het galopperen, het achterbeen wat meer onder de massa moeten brengen. We zien dat ook weer terug in de verruimingen. In de verruiming, met name de drafverruiming, dan blijft hij toch wel wat traag in het achterbeen. En in het galopperen zien wij toch graag dat hij meer vanuit onder de massa zou beginnen met galopperen. De stap hebben we wel een 7 voor gegeven. Is op zich wel buigzaam en actief. Maar mag ook in het stappen achter iets meer doortreden. Datzelfde hebben we gevonden in de draf. Een 6,5. Vooral in het schakelen laat hij het daarin toch iets wat afweten. En zou wat meer tot dragen moeten komen. Galopperen heeft hij behoorlijk veel moeite met zijn balans. Houdt zich in de rug wat vast. En galoppeert eigenlijk met wat weinig met wat weinig balans, hebben we een 6 voor gegeven. Houding en balans 6,5. Souplesse, het lichaamsgebruik 6,5. Het schakelen een 6, dat zien we toch graag meer van achteruit gebeuren. Impuls een 7, paard werkt wel erg goed mee. We komen tot een eindscore van 71,5 punt. De final score of number 8 is 71,5 points. Dan is in de ring. Ja, Jelmer Ketelaar en Jelmer die rijdt Lieke S. van Lutkepijnen.
hebben we hier de uitslag van nummer 9. Lieke S. van de Lutke Panjum. En dan voorgesteld door Jelmer. Wat opvalt is eigenlijk dat het paard, als we naar het paard kijken, dat hij eigenlijk een hele mooie manier van draven heeft. Hij heeft draaft met veel swing. En daarin laat hij zich ook goed bewerken. De galop vonden we toch die linksom eigenlijk heel goed galoppeert. En dan doet hij eigenlijk hele makkelijke dingen. En dan valt rechtsom toch ietsjes minder. Dan wordt hij wat vlug en dan houdt hij zijn houding ook niet zo mooi. Want dan blijft hij een klein beetje neerwaarts. En de stap is dan misschien nog het minste. Want dan vind ik eigenlijk dat hij nog iets mooier ruimte zou moeten creëren. En dan blijft hij ook in zijn houding. Je doet er wel alles aan om zo goed mogelijk dat te kunnen krijgen. Maar oké, dan blijft hij daarin nog wel beperkt. Voor de rest laat hij zich goed bewerken en heb je hem goed voorgesteld. We gaan voor de punten. De stap krijgt hij een 6. De draf krijgt hij een 8. De galop een 7. Houding en balans een 7. Souplesse een 7. Schakel een 7. Impuls een 7,5 en komt op een totaalscore van 77,5 punt. De total score is 77,5 points. Dan gaan we door met nummer 10, Eline KV. En die wordt gereden door Michelle, Landzee Clip. Als je er klaar voor bent, dan mag je wel starten.
hebben gekeken naar nummer 10 van de catalogus, Eline K.V., aan ons gepresenteerd door Michelle Lancé. Een heel buigzaam achterbeen heeft, soms wel eens momenten iets te, want met name in de overgangen, het kan ook te veel, ze kunnen ook te ver van de grond afkomen. En we hadden soms wat twijfels over de zuiverheid daarin. De stap is op zich heel groot, maar wij zien daarin toch liever wat meer takmatigheid. We zien graag dat het achterbeen wat meer naar voren toe aansluit. En dat hebben we bij deze stap eigenlijk toch wat gemist. De draf is op zich voldoende takmatig, ook weer heel buigzaam. Maar hij mist daarin toch wat souplesse in zijn lichaam. Zou wat meer gedragenheid moeten tonen en wat meer bodem moeten nemen in het verruimen. De galop, ook eigenlijk zo, we zien graag iets meer sprong, iets meer zweefmoment en wat meer gedragenheid in het galopperen, waarin de ene kant, en dat is wel vrij normaal, iets makkelijker gaat dan de andere kant. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 5,5, de draf een 6, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen een 6, impuls 6,5 en dat geeft een eindscore van 68 punten. De final score of number 10 is 68 points. Dan hebben we nu in de ring Marijke Boelen. Marijke rijdt Yveske van Vriesenhof, Mervelderbroeg. Dat is de nummer 11 van de catalogus. Marijke, zo dadelijk, als je zover bent, ga je gang. Thank you.
Hebben we hier de uitslag van nummer 11, Yveske, gereden door Marijke. Een paard wat zich goed laat bewerken. Een paard wat veel houdingen toont en veel souplesse heeft. Wat je nou niet gelijk afziet dat je denkt van heel spectaculair. Hij doet eigenlijk alles wel op de goede manier. Wat we zouden graag willen zien is in de stap dat hij vanaf het begin nog wat meer ruimte zou creëren. Maar aan het einde vinden we toch dat hij eigenlijk toch met een actief genoeg en ruimte genoeg stapt. Draf vinden we nog wel dat hij eigenlijk een goede manier van draven heeft. Mocht daarin ook nog wel wat meer, ietsjes meer uitstraling of activiteit. Ja, hoe noem je het dan? Of wat spectaculairder. Maar hij doet het eigenlijk heel functioneel. Galop daarentegen doet hij heel veel gedragenheid. Voor het mooie zou je misschien nog wel meer die ruimte willen zien. Wat wel gewoon goed opvalt is in alle baasgangen heeft hij hele goede souplesse. En hij laat zich daarin goed bewerken. Krijgt voor de stap een 7. Voor de draf 7,5. Voor de galop een 7,5. Voor houding en balans een 7,5. Voor de souplesse een 8. Voor het schakelen een 7,5. Impuls 7,5 en komt totaal op 82 punten. Total score is 82 points. Gaan we door met nummer 12. Zenit RS. En die wordt voorgesteld door Hermine Holverda. Als je er klaar voor bent, mag je er wel beginnen. Thank you.
De laatste rijproef van deze ochtend, de nummer 12, Zenit RS, door Harmina aan ons gepresenteerd. En heel netjes gereden, mooi voorgesteld, Harmina, dat zijn we voor jou wel gewend. En dat is ook nu weer goed gelukt. Ja, een paard met voor ons een beetje twee gezichten in die zin. Wij hebben toch wat bemerkingen op de kwaliteit van de stap. Wij zien toch graag wat een meer takmatige, wat resolutere en wat meer doortredend achterbeen in het stappen. En hij maakt daarin eigenlijk ook in de aangespannen en ook in de ontspannen stap eigenlijk net steeds de passen niet goed af. Dus daar hebben we toch wat bezwaar tegen. Daarentegen heeft hij een hele mooie draf, heel actief, heel erg dragend, heel mooi opwaarts en daar is weinig op aan te merken. In de galop zou hij zijn lichaam ietsje meer los mogen laten, is wel handig, is ook wel functioneel in het galopperen. Zou iets meer gedragenheid en losgelatenheid kunnen tonen. Wij komen tot het volgende resultaat. We hebben voor de stap een 5,5 gegeven. De draf een 8,5, de galop een 7, de houding en balans een 7,5, de souplesse een 7, het schakelen een 7,5 en ook de impuls een 7,5. En dat geeft een totaalscore van 79 punten. Dankjewel. Goed, dames en heren, wij gaan toch maar gelijk door met het programma. We hebben nog een drietal combinaties, aangespannen combinaties te beoordelen, waarvan de nummer 13 van de catalogus afwezig blijkt te zijn. Dus we hebben nog een drietal aangespannen proeven te beoordelen. De nummer 12, Zenit RS, had a final score of 79 points. Number 13 is absent, so we expect 3 more carriage tests.
krijgen we hier de uitslag van nummer 15, Elle van den Meijerhoven. En voorgesteld door Jelmer Chardon. Merrie, we vinden eigenlijk wel dat het een charmante merrie met wat houding. In de verrichting vinden we nog wel dat hij wat groen is en wat jeugdig daarin. Sommige momenten dan heb je eigenlijk het gevoel dat je denkt van, oh ja, daar loopt hij er makkelijk overheen en dan heeft hij een bepaalde uitstraling. Maar sommige momenten is hij wat vlug. Dan is hij eigenlijk wat vlug en dan is hij ook, dat, met name ook wel in de stap, mist hij nog wat, en dat hij daarin wat de rust houdt en de ruimte aan het einde, dan dan heb je even de tijd en dan heeft hij wel een goede stap. Alleen door zijn vlugheid, en dat is eigenlijk in alle gangen wel zo. De ene kant galoppeert hij ook wat makkelijker als de andere kant. Daar moet hij nog wat meer bevestiging worden. En dan zou hij dan ook iets meer rust en ruimte in kunnen creëren. Krijgt vandaag voor de stap 6,5. Voor de draf een 7,5. De galop een 7. Houding en balans een 7. Souplesse een 7. Schakelen 7, impulsen 7 en een totaalscore van 77 punten. Gaan we verder met nummer, dat weet ik niet zeker, maar we zullen even afwachten wie in de baan komt.
voorgesteld door Pieter Akkerma. Een paard wat in de baan, zeg maar, het is een royaal paard. Een paard wat in het algemeen nog in het begin ook vooral dat hij nog een klein beetje meer de hand mag volgen, waardoor je nog een klein beetje te veel aan sturen komt. Naarmate de proef vorderde, wordt het eigenlijk steeds makkelijker en ontspant ze ook iets meer. En krijg je ook iets meer het gevoel dat hij eigenlijk wat die, vanuit het achterbeen mooi aan kan treden. En dat hij aan de voorkant ook die ruimte creëert. Hij heeft in de draf ook een bepaalde lossigheid in het voorbeen. In de stap mocht hij wel wat meer ruimte creëren. Hij heeft wel een actieve stap, maar hij mocht wel iets mooier nog ruimte nemen. Daarentegen galoppeert hij voor de kar eigenlijk heel goed. Hij heeft een hele goede galop. Hij is gelijk de eerste pas draagt hij zich. Hij kan daarin ook wel mooi bergop galopperen. Daar krijgt hij ook een goed cijfer voor. Krijgt voor de stap een 6,5. Voor de draf een 7. De galop een 8. Houding en balans een 7,5. Souplesse een 7. Schakelen een 7. Impuls een 7. En een totaalscore van 79 punten. Dus de total score 79 points. En dan gaan we verder met nummer 16. Brecht van de Midway en voorgesteld door Udo de Haan.
Goed, we hebben gekeken naar nummer 16 van de catalogus, Brecht van de Miedwij, door Udo de Haan aan ons gepresenteerd. Ja, een paar wat zo over de hele proef door een iets groene indruk maakt, nog wat nog niet veel vlieguren achter de rug heeft. Een paard wat ook nog wat in onze beleving wat moeite had om het bid aan te nemen. Hij had nog wel eens de neiging om wat een beetje van de hand af te lopen. En daar rolde hij zich wat op aan de voorkant. En wij weten net zo goed als jij, Udo, dat lastig is om zo'n dier dan op lengte te houden. Vooral in het drafgedeelte had hij daar wat last van. En ook het recht gericht zijn is dan moeilijk. Als ze het bid niet willen aannemen, dan kun je aan de voorkant ook heel moeilijk recht houden. Zijn stap sprak ons het meest aan. Hij heeft een mooie, ruime, correcte en resolute manier van stappen. Daar hebben we een 7,5 voor gegeven. De draf een 6,5. Hij is iets hoog in het ritme. Hij zoekt een beetje een uitweg in het ritme. Galopperen zou hij toch wat meer in balans moeten blijven. En vooral rechtsom wat meer tot dragen moeten komen. En daar had hij ook wat moeite om in die galop te blijven. Daar hebben we een 6 voor gegeven. Ja, zijn houding en balans is een samenvoeging daarvan. Een 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen zien we toch graag in de overgangen dat hij wat meer van achteruit de overgangen maakt. En de verruimingen schakelen dus een 6. Impuls een 6,5. En dat geeft een eindtotaal van 72 punten. Nummer 16, Brecht van de Miedwij, 72 points. Goed, dames en heren, dit was de laatste combinatie van vandaag. We danken u voor uw belangstelling hier of voor de buis. En graag tot een andere keer. Dank u wel.